alle boogschutters, welkom voor jullie eerste maandelijkse horoscoop voor het teken boogschutter voor januari 2014. Wat hebben de planeten in petto grosso modo? Wel, er is een grote nadruk op steenbok. Niet alleen de zon, maar ook Mercurius. En voor het groot de ganse maand loopt Venus ook in Mercurius retrograde, zogezegd achteruit. Wat wil dat allemaal zeggen? Dat is voor de boogschutter interessant. Waarom? Omdat dat in jouw tweede huis is. En wat wil dat zeggen, het tweede huis? Verschillende zaken. Ten eerste financiën. Dus voor een aantal boogschutters onder jullie hoop ik dat voor de maand januari dat je geld kan aantrekken. Of meer geld kan aantrekken doordat je meer plannen maakt daarover. Mercurius zit in dat huis. En Mercurius is de planeet van plannen maken, communiceren. Denkpistes construeren, dus om meer inkomsten te verwerven. Natuurlijk is het tweede huis niet alleen inkomsten, het is ook ons zelfvertrouwen en onze talenten. Dus voor een heleboel boogschutters is er, zeker de maand januari, is het een periode om zoveel mogelijk gebruik te maken van je talenten, met andere woorden, alles te gebruiken wat je maar in petto hebt. Maar ook, je zal veel meer zelfwaarde hebben of veel meer zelfvertrouwen hebben dan normaal. En dat komt natuurlijk van binnenuit. Het is niet doordat andere mensen jou waarderen of dit of dat. Het komt van binnenuit. Dus je hebt die mogelijkheid om over je zelfwaarde na te denken. Want Venus is een planeet die te maken heeft met waarden. Dus als dat in het tweede huis zich vormt, is dat een heel goed huis om je bezig te houden om wat meer zelfwaarde te creëren, zodat je de rest van het jaar sterk bent begonnen. Dus een heel sterk begin voor de boogschutters. Profiteer ervan. Ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze video's. Deze heel kleine video's eigenlijk. Ik probeer die... ik doe ze in verschillende talen. Misschien heb je dat al gezien. Je kan die ook in het Engels bekijken. Die zijn iets langer. Sommige mensen vinden dat vervelend, maar het is gewoon omdat er een groter aantal mensen Engels praten en omdat ik zoveel mogelijk wil dat mensen iets leren over astrologie. Wens je ook een reading, dan kan dat. Je kan alle info hier onderaan vinden. In ieder geval, maak er gebruik van, boogschutter, van dat extra stukje zelfvertrouwen. Dus als je bepaalde dingen niet durft, het is het moment om kleine stapjes te zetten. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand. Dag! Yeah.